Sanne, na dus de dubbel outdoor, nu ook een indoor-titel, de eerste. Hoe voelt dat? Ja, goed. Deze had ik nog niet, dus daar ben ik super blij mee natuurlijk. Kwam je hier al naartoe als favoriet of had je zelfs in zijn ouder? Er zijn ook nog wel andere kanshebbers. Ja, het was meer dat heel veel anderen zeiden van, goh, jij bent een favoriet, je moet maar even je medaille ophalen. Maar ja, zelf had ik wel zoiets, ja, er zijn heel veel snelle meiden tussen en er kan zoveel gebeuren indoor. Dus je moet gewoon lopen voor wat je waard bent, keihard knallen en hopen dat het lukt. Nou, ja. Jij startte vanuit de zesde baan. Vond je het lekker of had je liever in een andere baan gezeten? Nou, als ik eerlijk ben, had ik liever in een andere baan gezeten. Baan 6 is toch zeker de eerste bocht alsof je tegen een berg oploopt. En vervolgens word je weer gelanceerd naar beneden toe. Dus ja, lekker is anders. En je hebt niemand voor je. En ik vind het altijd prettig als ik iemand heb om naartoe te werken. En dat had ik nu niet. Dus ja, liever een andere baan, maar ja, ik kon ermee door. De tijd nu is een PR? Nee, ik heb 3 weken geleden al net onder de 54 seconden gelopen. Dus maar het zit wel bij in de buurt. Dus. Ga je nog verder met de indoorseizoen? Ik denk dat ik het nu voor gezien hou. Ik vind het wel mooi geweest. Een PR gelopen, een paar weken terug, nu die titel. En nu weer lekker op het outdoorseizoen richten. Wat zijn jouw doelen voor het outdoorseizoen? Sowieso een betere tijd lopen op de 400 horden. En deze trend voortzetten. Steeds de PR lopen, dus dat gaat goed. 3 titels halen in 1 jaar. Dat wordt denk ik erg lastig, maar wie weet.